Mijn zoon is een jongen, een doorgoeie jongen, heel intelligent, muzikaal getalenteerd. Hij heeft trouwens nog ander talent, is heel creatief. Maar ja, hij is jarenlang verloren gelopen. Hè. En zeker sinds dat we in België zijn, heeft hij nooit eigenlijk de hulp gekregen, de therapieën die hij nodig had. Hij is zwaar beschadigd geworden, zware trauma's opgelopen. Ik ga nu verder daar niet op ingaan, maar hij is serieus getraumatiseerd. En ik heb dat elke keer als hij in opname ging, hij is heel veel opnames meegemaakt, heb ik dat aangekaart bij de intake in de psychiatrie. Heb ik zelfs gesmeekt voor traumatherapie. En elke keer werd mij gezegd, ja mevrouw, we gaan hem helpen. Maar hij is met zijn trauma's nooit geholpen geweest. En later heb ik wel vernomen van een psychiater dat het klopte dat mijn zoon jaren in de steek gelaten is. En dat kwam doordat de overheid niet investeert in de zorg. Zowel in de geestelijke gezondheidszorg als in de fysische gezondheidszorg. Dat er een groot tekort is aan deskundig personeel, traumatherapeuten, speciale therapeuten voor typische ziektebeelden. De ziektebeelden die daar binnenkomen. Dus, en daar loopt het in de psychiatrie serieus op vast. Mensen met een complexe problematiek, daar hoort mijn zoon dus bij. Is ook een jongen met complexe problematiek. Dat is door de jaren ontstaan, ook als gevolg van zijn traumas. Die kunnen in de psychiatrie niet geholpen worden. Voor mij is dat dan machteloosheid, wanhoop. Ik moet zeggen, boosheid, heel veel boosheid op het systeem. Ik heb bittere traantjes gelaten, want je kunt uw zoon, waarvan je weet dat hem talenteerd is, dat hem intelligent is, dat hem vooruit wil, kun je gewoon niet helpen. Je staat daar met lege handen en niemand doet iets. En dat is verschrikkelijk. Dat is echt verschrikkelijk. Op een gegeven moment, als hij 7 jaar oud was, kreeg ik weer een bericht van de instantie waar hij ingeschreven werd voor de huisplaatsing, dat hij dat nog een paar maanden zou duren. En toen escaleerde het bij mij, toen ben ik gewoon echt heel hard beginnen wenen. Ik was totaal op en wanhopig. Ik ben op mijn fiets gesprongen, wenend. Ik ben binnengekomen bij Triag, dat is in Nederland een soort CGG, dat is wat ze hier CGG noemen. En ik heb daar op de balie geslagen. Ik zeg, nu is het genoeg geweest. Als jullie nu mijn zoon niet helpen, dan ga ik in een auto springen met mijn 2 kinderen, dan ga ik spookrijden en dan is het afgelopen met ons. Want ik ben op, ik kan dit niet meer. En toen is er ingegrepen geworden. Toen is mijn zoon in de pediatrie, in het plaatselijk ziekenhuis, terechtgekomen. Toen is de psychiater van Amsterdam, van het Universitair Ziekenhuis van Amsterdam gekomen. Die heeft eerst met mij gesprek gehad. Dan moest ik nog zien. En als ik zien had, kwam hij buiten met een heel lang gezicht. Hij was boos. Ik zeg, dokter, hoe zit het? En toen heeft hij gezegd, mevrouw Huismans, hoe is het mogelijk dat ze uw zoon, dat niemand van de gespecialiseerde gezinszorg, nog van de school, nog de naschoolse opvang, niemand gezien heeft dat uw zoon absoluut een serieuze problematiek heeft en dat hij in de psychiatrie hoort? En toen heeft hij gezegd, mevrouw Huismans, vanaf nu gaat u hulp krijgen. En ik heb hem dan ook serieuze hulp gekregen. Autisten zijn mensen die op een heel andere manier denken. Die zijn niet gestoord. Dan zeggen ze een stoornis, ASS. Autisme, ik weet niet wat stoornis, spectrumstoornis. Maar dat is geen stoornis. Dat zijn gewoon mensen die anders denken en die dikwijls in de maatschappij ook heel nuttig kunnen zijn. Dat zijn mensen die broodeerlijk zijn. Een autist kan niet liegen. Dat is volgens mij algemeen geweten. En dat klopt. Mijn zoon heeft tegen mij ook nooit gelogen, die kwam altijd met de waarheid.
dat zijn eigenlijk heel zuivere mensen. Die kunnen niet tegen onrechtvaardigheid. Alles wat er in de wereld gebeurt, oorlogen en al die dingen, dat kunnen ze bijna niet aan. Autisten hebben wel gevoel, hè. Dat zijn geen gevoelloze mensen. Oké, ze hebben niet datzelfde inlevingsvermogen van andere mensen dikwijls, maar er zijn genoeg andere mensen die ook geen inlevingsvermogen hebben. Dat weet ik goed genoeg. Maar oké, ze zijn op emotioneel en gevoelsmatig vlak anders, maar ze zijn wel heel gevoelig. Zijn psychoses, als hij kind was, had hij al psychotische neigingen. Hij zag soms dingen die er niet waren, maar dat was af en toe. Maar aangezien hij met 17, 18 jaar met drugs begonnen is, heeft dat in de loop van zijn 20er jaar nog 2 of 3 keer onderbroken. Een keer een jaar, een keer 1,5 jaar wat hij niet gebruikte. Maar hij heeft vrij veel genomen en dat heeft gemaakt dat zijn psychoses in stijgende lijn gegaan zijn. Maar ik blijf zeggen, die psychoses ontstaan, en dat is ook bewezen, dat psychoses bij mensen die verslaafd zijn ontstaan, maar verslavingen hebben onderliggende problemen. Verslaafden zijn meestal mensen met serieus onderliggende problemen. Dat zijn mensen die trauma's opgelopen hebben, die daardoor emotioneel heel kwetsbaar zijn en die om hun pijn niet te moeten voelen vluchten in drank of alcohol. Wel, ik moet zeggen dat ik nu een gelukkige mens ben. Mijn zoon is gestopt met drugs vorig jaar 7 september. En hij is nu al goed 2 maanden gestopt met alcohol. En het is een heel andere jongen. Hij heeft een heel andere uitstraling. Hij is super lief met mij. Een beetje te lief, want hij klampt zich vast aan mij, wat dat ook nog. We moeten naar elkaar geraken, hè? Maar ik hou hem momenteel nog vast. Ik weet hoe hij functioneert, hij heeft hem nu nog nodig. Hij heeft nog altijd veel angsten en zo. En hij heeft een aantal therapieën en hij wordt nu omringd door goede instanties die hem steunen. En daar ben ik heel blij om. En ik weet dat hem op zijn poten terecht kan komen. Dat kan al 2, 3, 4 jaar duren, eer dat hem echt helemaal op zijn benen staat, zelfstandig. Maar ik heb geduld, ik blijf er staan voor mijn zoon, ik weet dat hij in orde komt, ik heb altijd in hem geloofd. Van bij de geboorte wist ik dat er iets mis was en ik heb hem toen beloofd dat ik hem nooit zou in de steek laten, dat doe ik niet. Ik blijf er staan voor mijn zoon totdat hem terecht staat.